Oké, de New York Comic Con teaser trailer van Marvel's Iron Fist. Dus de laatste Defenders serie karakter voordat we de Defenders krijgen bij Marvel en bij Netflix. Ik ga hem instarten. Nou, Marvel logo, obviously. Zien weer New York, ander deel waarschijnlijk. Beetje een soort van Lawrence Fishburne persoon. Beetje Japans voelt het. En we zien weer iemand die we kennen van Daredevil, Stockshot. Ja, karakter. Ja, die acteur, ik ken hem niet, maar ja, ik heb niet gelijk het idee van yes. The final defender arrives. Ja. Oké, we zien wat dat hij training heeft gehad. Lichtgevende vuisten, altijd goed. Nee, niet helemaal. Hakbijlen gevechten. Oké. Weer iemand die super sterk is. Ik bedoel, dat is echt wel de derde van de Defenders die dan heel sterk is. Hoe cool is dat? Nou ja, dat zag er wel cool uit met die muur. Dit ding, ja, het zal wel het logo zijn. En dit logo. Kom op, jongens. Nou, ik was eigenlijk na Jessica Jones dacht ik al een beetje zo van, gaat dit cool zijn? Ik ben nu met Luke Cage bezig. Ja, dat is ook weer iemand die super sterk is. Is gewoon heel lastig om verhalen mee te maken. Begint aan het einde wel tof te worden. Maar ja, dit ziet er nou niet direct uit dat ik denk, wauw, dit wordt echt, dit gaat echt spetteren. Ik ga wel kijken. Het heeft ook niet een hele eigen sfeer of zo. Ik zou eerder zeggen dat het weer... Ja, bij Luke Cage had je tenminste nog echt zo'n Harlem sfeertje en zo. Dit is, ja, toch, ik zou bijna zeggen generiek. Maar dat is misschien te voor de weinige beelden wat we hebben gezien. Nou ja, wel niet hyped. Niet hyped, laat het zo zeggen.